Om laptop-examens met Respondus Lockdown Browser voor te bereiden en te testen, kan je gebruik maken van de Test Laptop-examencursus in Canvas. Je gaat hiervoor naar het dashboard, klikt op Test Laptop-examen op het cursusschabloon en vervolgens op de modules. In deze modules zul je steeds twee modules vinden. Eentje voor een test met bestandsexamens, gebruik maken van de examentool, en een tweede, waarover dit filmpje gaat, een test voor een toetsexamen met Respondus Lockdown Browser. Ik doorloop nu samen met jullie de volledige eerste module, waarin we uitleg zullen geven over een examen afleggen met Respondus Lockdown Browser. Deze module bestaat uit vijf deeltjes, waarvan het eerste deeltje dit instructiefilmpje is en de vier volgende deeltjes ook de doorlopen stappen zijn op het examen zelf. Een eerste stapje is het examen- en onderwijsreglement dat jullie desgewenst kunnen consulteren. In een tweede stapje zullen jullie Respondus downloaden en vervolgens opstarten. In een volgende stapje zal de toets in Respondus Lockdown Browser geopend worden. Kunnen jullie de toets afleggen en uiteindelijk ook afsluiten en indienen? En in een laatste stapje zullen jullie Respondus opnieuw afsluiten en op het echte examen natuurlijk ook nog even je studentenkaart laten scannen. We gaan nu de vier onderste deeltjes doorlopen. Dat zijn de vier deeltjes die je ook op het eigenlijke examen zal moeten doorlopen en die we dus nu gaan uittesten om te kijken of op het examen alles vlot zal verlopen. Je klikt eerst op klik hier om te starten. Hier kan je het onderwijs- en examenreglement desgewenst consulteren door op deze link te klikken. Je gaat naar volgende en gaat nu Respondus Lockdown Browser downloaden en vervolgens installeren op je PC. Je klikt op deze link om te installeren. Doorloopt alle stappen. Respondus Lockdown Browser zal zich installeren op je PC. En dan is het belangrijk dat je deze installeert op je desktop. Dus wanneer hij zich in je bijvoorbeeld je downloads of iets dergelijks zit, zet hem op je desktop. Je gaat hem openen op je desktop. Lockdown Browser zal zich nu openen op je PC. En zal vragen om in te loggen met je KDG-e-mailadres en met je wachtwoord. Ik ga dat ook even doen. Bij mij staat daar natuurlijk op deze moment niet ad student achter. Dat is eigenlijk het enige verschil met wat jullie moeten intypen. En je geeft ook .be niet vergeten. Je typt ook je wachtwoord in. En je gaat zien dat zich nu Canvas opent in de beveiligde weergave. Dat wil zeggen dat je nu Canvas niet meer kan verlaten, tenzij binnen de vragen die je zelf zal oplossen, wanneer je docent je toegang gegeven heeft tot één of meerdere websites of tot een bestand, zal je dat in het examen zelf nog wel kunnen openen. Je gaat dus opnieuw naar de testcursus. Gaat naar de modules. En je was dus gebleven bij de tweede stap. Dan moet je op de tweede stap klikken en van daaruit kan je het examen beginnen op te lossen. We zitten nu in stap 2 van 3, waarbij we het eigenlijke examen in Respondus Lockdown Browser gaan oplossen. Je klikt op de toets afleggen. Zo. En moet een toegangscode ingeven. Deze toegangscode vind je op het papieren instructieblad dat je bij het examen krijgt. Je tikt op inleveren, je kopieert uiteraard exact de code en je komt in de vragen terecht. Ik heb hier als testvraag beneden gezet: dien je ook de examentool op voorhand eens uit te testen? Ja, dat is een zeer voor de hand liggende vraag. Ja, je dient beide op voorhand, zowel Respondus Lockdown Browser examen als een bestandsexamen met de examentool op voorhand te hebben uitgevoerd om zo een vlotter examen te garanderen. Je klikt op waar en je gaat de toets inleveren. Zo. De toets wordt ingeleverd. Zo. En je kan naar volgende gaan. We zitten nu in stap 3 van 3, namelijk Respondus Lockdown Browser stoppen en het examen beëindigen en daarna de studentenkaart laten scannen. Respondus Lockdown Browser doe je simpelweg door bovenaan op het X-je te klikken. Dan vraagt hij of je zeker bent dat je Respondus Lockdown Browser wil afsluiten. Je klikt op ja en je gaat uit het programma en hebt het examen succesvol afgelegd.